en 7. Brug naar Valkhof Park. Het Valkhof blijft nog altijd een prachtige plek om rond te hangen. Hier in het centrum van Nijmegen. Het is een prachtig stukje groen met mooie historische monumenten, zoals natuurlijk het kapelletje en de ruïne. Maar ook de manier hoe je het park binnenkomt. Dit is de voetgangersbrug naar het Valkhof Park. Deze overbrugt daarbij de voerweg die in een dal ligt. Deze voetgangersbrug werd gebouwd ter ere van de commissie die zich had ingezet om de stadsmuren af te breken en de stad uit te bouwen. Het groen licht daarvoor werd in 1874 gegeven en was een grote opluchting voor alle inwoners van Nijmegen. De stad was namelijk overbevolkt. Men woonde steeds dichter op elkaar gepropt, waardoor ook besmettelijke ziektes gemakkelijk werden doorgegeven. De brug werd ontworpen door stadsarchitect Jan Jacob Weven en is gebouwd in 1886. Kenmerkend voor deze brug is de opvallende poort. De drie namen die erop staan zijn van de heren Franken, Terwind en Graat van Rogge. Dit zijn de drie leden van de eerder genoemde commissie voor het afbreken van de muren en het uitbouwen van de stad. Langs het brugdek loopt een smeedijzeren balustrade, afgesloten door een houten leuning. Deze voetgangersbrug is uitgevoerd in eclectische stijl. Dat wil zeggen dat er gebruik is gemaakt van vroegere bouwstijlen en dat alles combineert tot een nieuw geheel. Hoewel de brug er stevig uitziet, is hij niet helemaal onkwetsbaar. In 1977 werd hij namelijk door een vrachtwagen aangereden en dit overleefde hij niet. Maar gelukkig staat hij er nu weer in zijn volle glorie bij, zodat wij het park ook vandaag weer gewoon kunnen betreden. En of deze brug populair is. Hé, wij zijn hier aan het filmen!